Een diamond chest, diamond boots. Iron, gold. Is dat een volledig gold setje, Enchanted? Ja, en daar iron ook. Een volledig gold setje is sowieso ook veel waard. Wat is dit voor helm? Limited edition, DDG Mytopia, topspeler Castle Defend. Ik heb die nog nooit gezien. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Mytopia video. En ik ben hier met de one and only Melissa. De vorige keer was je nog een Pokémon trainer, nu ben je een hondenwhisperer. Hondenwhisperer? Je hebt een hond op je hoofd, just saying. Ja, dat is mijn nieuwe maatje natuurlijk. Hoe heet die? Hij heeft nog geen naam, ik heb hem net. Dus als je nog een leuke naam weet... Mensen in de reacties, mocht jij willen dat Melissa de hond naar jouw naam vernoemt, of een naam die jij hebt bedacht, laat een naam achter in de reacties. Hey, ja. Don't deal. En als je dan toch zo naar beneden gaat om zo'n reactie, te typen, klik ook meteen even dat duimpje omhoog aan. Doe dat voor ons, toch? Want... zeg het maar. Nee, ik wou helemaal niks zeggen. Ik wou jou zeggen van, ik ben gewoon zo blij, want ik heb allemaal auto's die rijden aan de overkant. Ja, dat wou ik inderdaad over gaan praten, mensen. Want ja, we zijn natuurlijk niet zomaar in Bruxia voor de mensen. Ik bedoel, ik kom hier nooit. Melissa woont hier vandaag ook allemaal, het roze en weet ik het allemaal. Maar ja, jij hebt natuurlijk een vervelende overbuurman. Dat kunnen we stellen. Ja. Right, want als wij hier staan vervelend. En we kijken nu naar dat huis, het tweede puntdak, zeg maar. Ja, wie woont daar? Ja, onze grote vriend. Onze grote vriend. En ik ben even stiekem langs geweest natuurlijk, want al die vrachtwagens die voor de deur stonden en al dat lawaai. Mm-hmm. Oh, en daar zat, ik zag wat glinsterend staan. Shine. Dus dat betekent? Dat alles er is. Voor de mensen die het nog steeds niet helemaal doorhebben. We zijn... In welke stad waren we de vorige keer? Vorige keer waren we in Hollandia. In Hollandia. Daar hadden we dus een huis van Mike getraceerd. Hè? Ik kreeg daar informatie over wat te komen. We zijn er naar binnen gegaan. Nou, we hebben gezien wat daar in de kisten zat. Nou, dat... Hè? Ja, inderdaad. Op Menno's setje blijkbaar na. Dat was voor mij het duurste. Moet je nagaan, dat is niet eens van hem. Maar nu blijkt dus dat al zijn spullen, als Melissa het goed heeft gezien, in dat huis daar liggen. Dus, wat gaan wij vandaag doen? Inbreken 2.0 bij Mike. We gaan de dure dingen eruit nakken. You know what, nakken? Melissa, bij deze, jij mag de spullen van me hebben. Oh, zou ik het dan hier mooi voor mijn raam gaan neerzetten? Bluff, dat is bluff. Dan kan hij het zien vanaf als hij dan uit zijn raampje kijkt. Dat is bluff. Dat gaan we doen. Oh, en Mike, mocht je afvragen. Ja, je staat nog steeds niet op mijn plot. Hands off, oké? Okay? Mijn ook niet. Hey. Oké, laten we die kant op gaan. Zal ik je deur dicht doen? Ja, ik doe je deur dicht. So, there we go. Ja, voordat je het weet, komt Mike in één keer. Zo imagine als wij de huis binnen gaan en hij logt gewoon in. Oeh. Ja? Nee. Ja? Ja, het kan wel, maar... Ik ben in Vanish, dus hij ziet me niet. Oh ja, shit. Ja, jij kan niet in Vanish. Want dan zie ik jou niet. Ja, kan ik wel. Maar dat zie jij niet in, inderdaad. Oké, dit is het huis van Mike. Even kijken, wacht, waar sta je? Oh, wacht. Ja, kijk door het raam. Oh, wait a second, diamond? Sinds wanneer heeft hij... Huh? Ik vraag me ook af of het van hem is. Ja, dat vraag ik me ook wel af, want heeft hij diamond? Een diamond chest, diamond boots, iron, gold. Is dat een volledig gold setje, Enchanted? Ja, en daar iron ook. Een volledig gold setje is sowieso ook veel waard. Gaan we via de voordeur of via de garage? Of wat is dit? Kunnen we daardoor? Wacht even. Wacht heel even. Oh nee, het is gewoon een rondje. Oh my god. Kijk, zelfs hier is het al goedkoop. Dit meen je toch niet? Deze. Hij heeft wel... Oh, kijk, hij heeft een zwembad. Ja, maar kijk hoe klein. Nou. Wow. Oké, hij heeft op zijn minst een zwembad. Achterdeur. Even voor de racket. Geen camera's hier. Nee. Oké, er is ook niemand in de kermis. Oké, toppie. Ik zou zeggen, sla maar deze vis tegen zijn deur aan en dan gaat die open. Trust me. I told you. Ja, ik heb magische vissen. Oké. Dus dit is het huis van... laat maar voor de zekerheid. Plot info. Sorry, ik geloof... Sleen, godskoleren, het is nog waar ook. Ja, ik sta niet op het plot, dus ik hè? Dit is pure inbraak. Dit is echt pure inbraak. Ja, voor mij ook. Wait a second. Wat is... Ik ga gewoon meteen brandweer rood. En dit is... Oké, dubbel brandweer. Enchanted, non-enchanted. Oké.
Waar zit die? Wacht, wat is dit? Le City. De... Poster? Ik zie geen poster. Wat moet het dan voorstellen? Ja, kunst. Echt grote klas. Oh. Dit is kunst. Ja, dit is het, hè. Dit is het. Wat is dit? Dit zijn verzameling. Ik denk, wacht, maar wat staat er op die boots dan? Diamond Boots. Gewoon letterlijk Diamond Boots Protection 2. Dat is old school. Dat is echt old school. Ja. Die ook. Staat ook niks op. Wauw. En wat is dit dan? Ja, dit is dan echt Golden Boots Protection 3. What the fuck? Komt hij hier aan? I don't know. Is het van hem? Oh, maar het is in ieder geval geen goed setje, want dit is alweer Unique Season 2 Epic. Oh, het is gewoon nep. Nou ja, de leggings zijn nep. Dat is... En... Wat is dit voor helm? Limited Edition? DDG Mytopia Topspeler Castle Defend. Ik heb die nog nooit gezien. Hier? Ja, oké, okay, ja. Deze boots zijn ook nep. Oké, okay, maar... Wacht, wat staat hierop? Is ook... Wacht, wat staat dit hier staat op? 6 maanden Mytopia Envy? Heb je die gouden helm gezien? Ja, ja. Wat is dat voor iets geks? Geen idee. Ik denk dat ik deze lekker meeneem. Dan kan ik mijn eigen setje compleet maken. Dit is gewoon... Nou, dat is gewoon Iron Leg. Ja, voor mij mag je het gewoon meenemen, hoor. Ik bedoel... Mike, als je trouwens terug wil, Mike. Even voor de record. Ik zou aardig doen tegen Melissa. Just saying. Ja. Want je kan veel bij Melissa krijgen... als je maar gewoon normaal en aardig tegen haar doet. Trust me. Staat het? Ja, niks meer aan doen. Nou, dan houden we het aan. Oké, dat is ding nummer 1. Jij mag voor mij shoppen hier. Dus... Maar ik zou het ook wel mooi vinden, denk ik... met... een gouden helm en gouden boots erbij aan. Als ik heel eerlijk ben. Ja, dit is ook wel wat, hoor. Dit is ook wel wat. Ja? Beter? Ik wil niet zeggen dat het beter is, want het is natuurlijk een volledig setje in Iron. Maar... Dit is wel meer, weet je, look at me. Deze wil ik. Zo. Maar is hier nog meer? Ik heb geen idee. Ze brachten echt wel... Nou, 20 dozen naar binnen als het niet meer was. Waar de hel is zijn... Oh, hier is een trap, oké. Okay. Hij moet ergens een opslagruimte of wat ik allemaal hebben. Hij heeft in ieder geval... Wat is dit? Dit is... Oh, bank. Slaapkamer. Nee, wel slaapkamer met een... Oké, hier zit helemaal geen enkele kist. Oké. We zien naar te kijken. Ja, je zal maar... Je achtertuin zal maar een kermis zijn. Ja, je mag straks maar geen rietje maken. Mijn kinderen raakt ik kan zomaar. Dan ben je toch ook echt een clown? Oh, dit is het is inmiddels een Roast Mike video geworden. Heerlijk. Oh, ik denk dat ik het heb gevonden. Oh, what the hell? Waarom zoveel? This guy, 1, 2, 3, 6, 12, 13, 14, 15 kisten. Maar zit er wat in? Oh, wait a second. Oh. Golden apple. Yep, en eten en nether en oester. Oh boy. Een KVK pas. Heeft hij een bedrijf? Nee, toch? Zover ik weet niet. Appartementen. Oh, dat is denk ik zijn oude. Ja, misschien is dat het. Wat is hier? Oh, het zit helemaal gewoon gevuld tot aan de nok toe. Dit is... Kijk. Oké dan, Mike. Maar nou moeten we even zoeken naar gear wat veel waard is. En dat moet jij weten, want ik heb daar niet zoveel verstand van. Oh jeetje. Maar volgens mij is dit allemaal season 1, want het heeft allemaal nog alleen maar een color tag. Dit is echt allemaal season 1, lijkt het wel. Ik wist niet dat... Ik wist dat hij wat had, maar... Ja, maar ik geloof ook niet dat hij allemaal van Mike zelf is. Ik denk dat hij dit ook bij elkaar heeft gegraaid bij mensen. Ja, hè, dat hij gewoon heeft genakt en shit. Misschien ligt er ook nog wat van jou tussen. Zo zie ik en ik gewoon mijn kledingsetjes hier tussen zitten. Precies. Imagine. Even kijken. Vuurrood. Jungle. Waar is allemaal eten in? Dubbele bankpassen. Oh, hij heeft een bankpas en een pinpasje. Oké. Okay. Skype. Gesigned bij Sandy. Dat lag hier net ook ergens, geloof ik. 2017. Lees dit niet. Nou, dan gaan we het natuurlijk wel lezen. Oh. Daar was eigenlijk niks in, hè? Ja, wie dit leest, stinkt. Oké. Okay. Dit is allemaal gewone kleding. Dit ziet ook allemaal... Oh, hier 2 jaar. Jaden kleding. 1 jaar, 2 jaar. Oké. Okay. Ja, dit is allemaal gewoon... Heb jij ooit in Malibu gewoond? Ik heb in Malibu gewoond, ja. Heb jij daar ook een setje van? Ik heb daar ooit een setje van gehad, ja. Heb je die nog? Ik zou het niet durven zeggen. Kijk eens in de bovenste kist. Helemaal linksbovenin. Oh, wait a second. Zover ik weet, heeft Mike dan nooit gewoond. Yo, ik neem dit mee ter onderzoek. Of ik überhaupt mijn Malibu setje nog heb. Meenemen.
Want ik ben verbannen toen de 6e Malibu, omdat ik daar kwam met een wapen. Ja, dat is ook niet zo heel slim. Mensen, ik vind dit een hele scherpe vraag. Heeft Mike in Malibu gewoond? Nee. Zover ik weet niet. Ik heb hem nooit met een roze naampje gezien. Nee, heeft hij dit nog gewoon? Ja, voor de rest zitten wel spullen in, maar het is niet echt dat ik denk van... Oh, what the fuck is dit? Wat? Het? Oh, dan moet ik gewoon zo doen. Oh my god. Nee. What the fuck is dit? En die kun je wel ophouden voor het inbreken. Ja, nou ja. Nee. Nee, oké. Okay, ik moet toch zeggen, hè. Kijk, er zitten hier veel spullen in. Maar ja, dat beneden wat daar hing was toch wel een beetje het. Wat je eigenlijk nu aan hebt. Ja. En ik heb dan dit Malibu setje wat ik mee ga nemen. Mike, ja. ik verwacht natuurlijk wel tekst en uitleg over dit. Zie je nog iets in zitten wat je moet hebben? Ja, ik dacht misschien is er nog ergens een Duffy hoofd, maar zelfs dat is het niet. Nee. Het is echt heel erg dit. Misschien heeft hij nog meer. Ik ren even snel in het huis. Misschien zijn er nog meer kisten die ergens te vinden of iets. Want die gaan nog een trap naar boven toe. Dan heeft hij gewoon nog meer dingen zitten. Even kijken hoor. Dit is gewoon een zolder. Geen dingen. Hier kan je zitten. Ook geen kist. Nee. Dit is echt alles. Dit is echt alles. Nou. Wat is hier? Ja, dit is een bioscoop. Hij heeft gewoon een bioscoop? Ja. Maar goed, zit hij dan altijd alleen? Want, hè? Nou goed. Ja. Hè? Nou, ik moet toch zeggen, ja, er zijn hier enorm veel spullen en, ik dacht even, daar kon je in vallen, maar nee. Er zijn hier enorm veel spullen en natuurlijk die daar opgesteld staan, zijn op zich wel nice, een aantal ervan. Geen volledig setje diamond bijvoorbeeld, weet je, een goud setje wat, ja, het heeft wel wat, maar ook net niet. Precies. Wauw. Nou ja, moet je hier nog iets van hebben of niet, want anders dan gaan we gewoon weg. Nee, ik denk neem dat die ik diamond boots mee. Oh ja? Ja, neem gewoon mee. Fuck it, neem gewoon mee. Gewoon voor de leuk. Daarom. Mike, als je dit ziet overigens, je weet het hè. Ja, aardig doen. En misschien krijg je het terug of kan je terugkopen. Oh, dat vind ik wel een hele goeie. Mocht je overigens je spullen terug willen hebben, ik denk dat ze gewoon even in je huis kunnen leggen, toch? Hij kan dat ja, toch ja, niet doen. Ja, zeker. Mike, mocht je spullen terug willen, we stoppen ze in Melissa's huis. Het zit rechts van jou, tegenover jou. Mocht je ze terug willen hebben, bel even aan, klop even aan, doe even iets. Kom niet met politie of andere gekkigheid, dan heb je een probleem. En ik denk dat wij dit onderling wel kunnen oplossen. En laat dit duidelijk zijn, Mike, oké? Okay? Blijf gewoon met je tangles van mijn spullen af. Want ja, wij kunnen dit nog heel vaak gaan doen. Heel erg vaak, right? Oh, we gaan gewoon zoeken. Volgende keer komen we voor wat groters, want ik weet... Dat hij ook nog een paar auto's heeft, een paar zeldzame. De volgende keer nemen we gewoon een vrachtwagen mee van het bouwbedrijf. Laden we gewoon een kist op. Laten we ze gewoon met jou naar binnen brengen. Oh, dat vind ik helemaal een goeie. Voor nu mensen allemaal enorm bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, smash natuurlijk allemaal massaal dat duimpje omhoog gaan. Ben je nieuw, abonneer, welkom. En mensen, tot de volgende keer.